...is essentieel om te ja. groeien. Wij moeten meer pijn voelen op de dagelijkse basis. Om. Uiteindelijk maakt dat sterker en resilient... ...om uiteindelijk nog veel meer te kunnen doen. Des te meer comfortabel je wordt... ...des te moeilijker het ook gaat worden... ...om moeilijke keuzes te gaan maken... ...moeilijke gesprekken met jezelf te hebben. Forrest is een silent killer. Het kilt je letterlijk. Want je hebt het niet door. Je hele leven wordt gedicteerd door de externe wereld. En je laat je interne wereld compleet achter. Constant ben ik mezelf in mijn gezicht... Bunch. I'm my own hardest critic. En ik moet kritisch zijn, want als ik niet kritisch ben, ga ik mezelf niet verbeteren. Daar zijn we weer. Weer een nieuwe aflevering, nummer drie ja, alweer. Lekker, zeker. Lekker bezig. Ik moet zeggen dat het best wel lekker gaat. Voor de mensen die denken dat ik altijd hetzelfde shirt draag en nooit douche, we nemen alles op in één keer. Dus mocht je afvragen, en ik weet dat dit, dit shirt gewoon is, de brand. Dus ik was hem wel. Maak je geen zorgen. <laughs> Wat gaan we vandaag over hebben, Cedric? Zeg het eens. Ja, weet je, we hebben altijd wel interessante gesprekken, maar iets wat heel erg dicht bij mij staat is wel sport. Ik ja. sport al bijna mijn hele leven en ik vind dat heel belangrijk. Um, en ook hoe je sport eigenlijk combineert met ondernemerschap. Veel mm. mensen hebben misschien niet een bepaalde link, weet je, mm. maar aan de andere kant, heel veel mensen weten ook dat sport gezond is, mentaal mm. en fysiek. Dus ik was eventjes benieuwd in hoeverre jij dat eigenlijk gebruikt, um, ook als ondernemer zijnde en hoeverre jij sport ook belangrijk vindt erin. Comfort is the silent killer, bro om force, de silent killer. Hoe belangrijk vind ik sporten? Um, kijk, er zijn, la, la, laat, ik, laat ik hem anders formuleren. Het grote truc van goed ondernemerschap is goede vorm van voor communicatie. Dus ik ga hem iets anders communiceren naar jou mm. toe, zodat je hem wat beter begrijpt. Nummer één ding wat wij moeten hebben om goed te kunnen leven is energie. Energie, ja. energie is onze, onze our fuel. En voor goede energie, om goed in het leven te staan en dingen goed te kunnen bereiken, heb je goed voedsel, goede training en goede slaap. Dat zijn de drie, de trifecta eigenlijk, als het ware, van goed geluk en goed chill leven. Om goed te kunnen uh, produceren, activeren, yeah. consumeren, al, het, al het dergelijke. Dus uh, hoe belangrijk vind ik het? Essentieel. Yeah. Het is essentieel om goed te slapen, goed te eten en goed te sporten. Zonder die drie dingen, want kijk, uiteindelijk zijn we als mens zijn er gebouwd als uh, hunters and gatherers. Like we're ja. supposed to move, we're supposed to be able to walk around. Onze lichamen zijn geschapen als goddelijke wezens. We, we moeten bezig zijn om ons lichaam goed in check te houden. Staan ik gewoon op zijn achter. Ja, ja ik, uh, ik ben het helemaal met een je eens. Voor heel veel mensen, inclusief voor mezelf, is het lastig soms om een bepaalde balans te vinden. Ik let heel erg op mijn voedsel. Ik merk alleen dat ik soms een beetje te laat naar bed ga. En ik probeer elke dag wat te sporten. Um, wat ik altijd belangrijk vind van sport is... sport is een van de weinige momenten op een dag dat je pijn ervaart. Door die pijn... Je <laughs> moet je wat veranderen, maar je moet wat vaker pijn voelen. <laughs> ja, voor veel mensen... Weet je, het, het leven is veel makkelijker geworden. Sport is een van de weinige dingen dat je gewoon nog oprecht mentale en fysieke pijn kan hebben. En ik vind het belangrijk om te sporten zodat ik dan weet... dat je na pijn komt geluk, na regen komt zonneschijn... Ik weet niet in hoeverre jij dat eigenlijk ziet en in hoeverre dat in, ook ja, invloed heeft op jouw ondernemerschap. Alles heeft invloed op je ondernemerschap. Je innerlijke staat, je uiterlijke staat, externe factoren, alles heeft invloed. Ja. Um, dus een goede balans vinden in je levensstijl is onwijs essentieel voor een goed leven. Ja. Dus um, kijk om even in te zoomen op die pijn die je zei. Die pijn is essentieel om ja. te groeien. Um, want ja, goed, ik bedoel, kijk als we gaan kijken naar een vlinder. Dan moet hij uit het kon gaan met haar eigen vleugels. En als ze dat ja. niet doet, dan kan ze niet vliegen. Dan gaan ze dood. Dus als jij een vlinder zou helpen om uit het kon te gaan, dan zou ze uiteindelijk nooit kunnen vliegen. Want ze heeft die kracht nodig van de, van, van de vleugels om het uiteindelijk door te kunnen breken. Dus um, wij moeten meer pijn voelen op een dagelijkse basis. Want uiteindelijk maakt dat ons sterker en more resilient om uiteindelijk nog veel meer te kunnen doen. Ja. Um, dat zeggende, dat als jij jezelf niet constant aan het pushen bent om dat meer te voelen dan heb je niet. En daarom, het is pijnlijk om goed te slapen. Het is moeilijk, we worden constant afgeleid... en we ja. hebben genoeg redenen om niet altijd tijd te slapen. We moeten pijn voelen in beweging. Onszelf weten te pushen, een beetje stress voelen... en daar onszelf uit weten te breken. En ook in onze, in onze voeding. Ik bedoel, we hebben eigenlijk... Kijk, de pijn is soms niet eens het eten van... maar het niet eten van bepaalde dingen. Ja. Het is pijnlijk om af en toe een cake af te slaan. Het is pijnlijk om... Af en toe even naar school sportschool te gaan. Het is pijnlijk om af en toe even verkeerd besluit te maken om op tijd naar bed te gaan. Maar het zijn wel die keuzes die je moet maken om uiteindelijk te gaan groeien. Ja. Want dat heeft uiteindelijk nog een betere impact op de rest van de kwaliteit van je leven. We moeten bereid zijn om kort termijn af en toe op te offeren, om het de lange termijn veel beter te kunnen hebben. Alleen, nou ja, goed, je bent de slaven aan de Matrix. Um, door junkfood, je bent te slapen aan de matrix. Door uh, nachtlang op TikTok zo dood te scrollen en mm. daar al die tijd op te verliezen. Je bent te slapen aan de matrix door uh, lekker thuis te zitten en vast te zitten in die serie. En niet even naar de sportschool te gaan. Yeah. En het is een basis van die keuzes weten te maken die je daar verder brengen om uiteindelijk een goed leven te hebben. En dus, te meer je dat ook doet, des te meer dat impact gaat maken op je werk. Yeah. Want als jij al zoveel moeilijke keuzes bereid bent om te maken, automatisch ga je dan ook weer te groeien. Je bouwt een spier op van consistentie, je bouwt een spier op van uncomfortability. Yeah. En dat is wat je nodig hebt om uiteindelijk te kunnen groeien. Ja, yeah. Get out of the comfort zone. Exact. Yeah. En des te meer comfortabel je wordt... des te moeilijker het ook gaat worden om moeilijke keuzes te gaan maken... moeilijke gesprekken met jezelf te hebben. Het is een spier die je letterlijk moet trainen. Ja. Letterlijk, ik ben, er, is, er is een woord van, ik ben het even kwijt, zo'n moeilijk woord... Uh, Andrew Human heeft het erover, maar ik ben even de hoor kwijt. Maar er is letterlijk een bepaald gedeelte in jouw brein... die um, de oncomfortabele binnen jouw brein eigenlijk een beetje uit probeert te stretchen. Dus ja. uh, daarom uh, kies ik ervoor om koud te douchen in de ochtend... Daarom kies ik ervoor om gewoon wakker te worden naar de sportschool te gaan. Daarom kies ik ervoor om uh, te vasten. Uh, ja. Ik heb vanaf niet gegeten, het is nu drie uur of zo. Ja, ik ook niet. Vanaf vanaf, <laughs> ja, ik, weet je, dat is niet per se een deliberate choice at this point, maar je weet toch? Um, dat zijn gewoon, omdat je jezelf zo erg in een gedreven staat werkt right, en jezelf beloont op een hele andere manier, ga je jezelf eigenlijk trainen om nog meer comfort te kunnen, openen, ja. te kunnen aantrekken op die manier. Um, ik heb mezelf afspraken, ik moet minimaal een sales set of geld verdiend hebben voordat ik mijn eerste voedsel eet. Ja. Volgens mij heb ik dit van Andrew Tate. Ja, uh, los van of je het nou met deze gast meet mee of niet. Volgens mij hoor ik het een keer zeggen en ik zeg, ga het doen. Ik, heb, ik ga er best wel goed op zelf aan. Ja. En dat zijn kleine dingetjes binnen de comfort die uh, gewoon enorm helpen. Ja. ja, want het zijn natuurlijk wel kleine dingen, maar voor veel mensen is het ook wel lastig om uit die comfortzone te gaan of überhaupt te ja. weten dat ze in zo'n comfortzone zitten. Vooral omdat... Comfort is de silent killer. Ja, weet je. Het, het kilt je letterlijk. Dus, maar met alles is het een slippery slope. Dus je, je hebt verschillende slippery slopes waar je af kan gaan. Het begint altijd bij één klein ding. Het is net, net als met verkopen, right? Ik, ik verkoop altijd heel transparant en open. Ja. Ik vind het belangrijk om heel transparant en open te zijn. Ik vind soms fake urgency creëren en dat soort dingen vind ik al een beetje... Deze weg. En heel veel mensen zeggen ja, maar je, je kan gewoon zeggen dat je nog maar twee plekken over hebt en mm -hmm. daar een persoon verkoopt. En ik zeg oké, okay, ja, kan. We hebben we, tot zekere hoogte is het waar, want we hebben bijvoorbeeld dat we maar een paar mensen kunnen aannemen per maand, anders kunnen we niet de kwaliteit waarborgen. Mm -hmm. Maar dan zeggen nee, we hebben nog maar één plek over, dus je moet het nu al vandaag gaan doen, is een eerste stap van de slippery slope... waar je niet vanaf wil gaan. Ja. Want oké, okay, begint daar. Oké, okay, en daarna ga je resultaten verzinnen. Oké, okay, en daarna ga je dit erbij verzinnen. En daarna ga je gewoon pakweg liegen. Nee, bro, morgen kan je 10.000 euro verdienen. En iedere keer ben je steeds een stap verder aan het zakken. Yeah. Waardoor je eigenlijk, voordat je het weet, gewoon heel opgeblazen dingen dan over zes maanden ineens heel veel ontevreden klanten hebt. En de reden waarom ik dit als voorbeeld neem nemen, is omdat alles een reflectie is van elkaar. Yeah. Dus de slippery slope waar jou op gaat, is oké, okay, ik skip de gym voor één dag. Oké, okay, ik kies ervoor om toch die taart te eten. Oké, okay, ik kies ervoor om toch er uit, uit te gaan om te drinken. En dan zeg je, ja, oké, okay, goed, ik heb het gisteren ook gedaan. Yeah. Ja, oké, okay, fuck it bro, ik ga heel even op TikTok zitten. Mm. En dan wordt het net een routine. En nu bouw je slechte habits op. En nu ben je elke, elke dag 2% slechter aan het worden. Yeah. En voordat je het weet, ben je nog drie keer zo dik, heb je helemaal niks voor elkaar. Ben je nog steeds op de bank van je moeder, mm. rook je elke avond junko's, ga je drie keer per week uit. En ben je naar jezelf in de spiegel aan het kijken en denk je: het the fuck ik heb ik mijn leven gedaan. Yeah. Comfort is een silent killer. Want je hebt het niet door. Het is die slippery slope waar je rustig naar beneden aan het zakken bent yeah. en daarover neuk je. Maar elke bewuste keuze die je maakt, is dan ook weer een slippery slope naar beter succes. Want als ik eerst begin met oké. Okay, Laat ik vandaag beginnen met gewoon intermittent fasting, bewijs van, hoeft niet, ik neem alles wat ik zeg met kortjes uit, maar die, oké, okay, cool, dus ik doe dat. Ik denk, oké, okay, hier ga ik best wel lekker op, weet je wel, mm. ik ga, ik ga nu voor kiezen om op de doorweekse dagen geen carbs te eten. Ja. Oké, okay, cool, volgende stap. So, All hier ga ik best wel lekker op, ik merk dat mijn lichaam er goed op reageert. Oké, okay, laat ik proberen om gewoon sowieso, gewoon naar de sportschool te gaan. Ik hoef niet eens goed te trainen, maar gewoon dat ik gewoon ga. Alright, cool. Weet je, ik voel me best wel gemotiveerd. Goed, goed. Ik zie dat ik goed ga op mijn leven. Dat is goed. Ik krijg een goede validatie van hieruit. Laat ik het doen. vanuit mezelf of niet van andere mensen. Oké, okay, cool. Ik merk dat ik soms weinig energie heb. Oké, okay, laat, ik, laat ik gewoon goed gaan slapen. Oké, okay, wat kan ik doen om mijn, mijn slaap te verbeteren? Oké, okay, ik begin met bloedlidblokkers. Oké, okay, na bloedlidblokkers begin ik met magnesium. Oké, okay, en elke dag mee een stapje ja. extra aanmaken voor alles een kleine optimalisatie geven voor succes. En dat is ook hoe je succes krijgt. Small little increments. Het is niet ja. dat je op de een of de andere dag. Hetzelfde ook weer met de cursus, bro. Eh, alles start met kleine inclinaties. Van oké, okay, ik weet waarom ik iets doe. Dus ik ga het stap voor stap een klein beetje verbeteren. Je begint als een setter. Oké, okay, hoe kan ik nu als set designer ervoor zorgen dat de mensen eerst komen, beter komen opdagen? Oké, okay, cool. Nu is iedereen beter komen opdagen. Oké, okay, hoe kan ik nu meer sets maken? Oké, okay. nu meer sets maken. Dus hoe kan ik ervoor zorgen dat iedere persoon die op de call komt nog beter converteert? Ja. En dan ben je steeds kleine stapjes aan het verbeteren voordat je het weet, is het goed? En is het ineens fucking goed? En dan ga je ineens weer naar de volgende stap. Kleine stappen maken het grootste verschil. En heel veel mensen nemen ineens zoveel hooi op een volk dat ze daardoor ook ineens gedemotiveerd raken mm -hmm. en compleet vernuiken. Small, little increments. Elke dag 1% beter. Ik snap het nooit. Ja. Ik snap het echt nooit. Ik snap het. Dat... Ja, maar oké, ik ben het aan het doen, maar waarom zie ik geen verschil? Ja. Omdat ik aan het focussen ben op 30 fucking verschillende dingen. Focus op één ding. Doe het goed. Zorg ervoor dat je het doet. Je hebt je slaap gefixt. Oké, okay, zorg er nou voor dat je nu na drie uur geen koffie meer drinkt. Dus je slaapt nu beter. Wat is de volgende stap die ik kan aanpassen? Gewoon stap voor stap. Op elk gebied van je leven, zorg ervoor dat je het doet. Eén ding tegelijkertijd. Eén ding per dag, één ding per week. Whoever the fuck you want to do it. Ja. Yeah. Ja, ook het durven om nee te zeggen natuurlijk tegen bepaalde dingen. Als jij al een bepaalde habits hebt, eh, ook voor andere mensen, die je eigenlijk wil gaan blijven doen, maar... Geef eens een voorbeeld. Nou ja, stel bijvoorbeeld, uh, je zit in een bepaald soort leven, je hebt een bepaalde baan, weet je? je. Er worden heel veel dingen van je verwacht om bepaalde dingen te gaan doen voor andere mensen, waar je eigenlijk geen energie uit haalt. Zoals? Um, nou ja, kijk maar nou bijvoorbeeld, als ik naar, naar mezelf kijk, het was een lange tijd dat ik... Met iedereen elke avond. Uh, met je afspreken. ook al had ik niet altijd veel zin in. omdat ik mensen wilde gaan zien. of mensen wilden mij gaan zien. Ik, ik was eigenlijk constant aan het rennen voor bepaalde dingen. En ik merkte dat ik daar heel weinig energie op een gegeven moment vandaan kreeg. Hm. Dat ik constant bezig was om eigenlijk andere mensen te helpen daarin. Maar dit, dit, dit stond even af van heel diepe dingen. Hm. Dit is niet, kijk. De reden en ik vind heel. Dank dat je het voorbeeld geeft. want heel veel mensen hebben hier dit probleem. Ja. Maar laten we even dit voorbeeld in specifiek nemen. Right? Ja. Mensen. En dan gaan we weer terug naar de jeugd, dan gaan we weer terug naar de psychologie. Right? Yeah. Als jij de niet hebt om constant mensen te zien, mm -hmm. betekent het dat je dus eigenlijk fijn bent om mensen om je heen te hebben, omdat je je anders alleen voelt? Yeah. Betekent het dat je moeilijk nee kan zeggen, omdat je dan de vorm van validatie krijgt en je wil niet mensen teleurstellen? Yeah. En als je dat dan ook weer gaat inzoomen, waar komt dat dan vandaan? Yeah. Weet je, wat heb ik gemist in mijn verleden, waardoor ik zo erg de sessie heb om dit te moeten blijven doen? Yeah. Waarom kan ik zo moeilijk nee tegen mensen zeggen? Waarom zit ik zo erg vast in dit patroon dat ik constant alleen maar dit soort dingen doe en al constant vormen heb van alles? Ja. Want je bent niks vanuit jezelf aan het doen. Je hele leven wordt gedicteerd door de externe wereld. En je laat je interne wereld compleet achter. Ja. Terwijl je interne wereld, daar komt alles vandaan. En wanneer je het zo erg verwaarloost, omdat je vanuit het verleden je niet genoeg bent gevalideerd omdat je niet genoeg liefde hebt gekregen. Je ouders hebben nooit tegen je gezegd. Direct dat ze van je ja, houden. En dat laten zien. Was bij mij ook zo. Yeah. En mijn vader zei nooit tegen mij. Dat hij echt van me hield of trots op me was. Dus ik was constant altijd aan het rennen... Om die trots te krijgen. Yeah. Waardoor ik eigenlijk mezelf niet goed genoeg voelde. Dus naar andere manieren zocht. Om gevalideerd te worden. Om mezelf goed te voelen. Yeah. Whether that's money. Whether that's clothes. Whether that's people. whether niet uit. Maar nu je daar bewust van kan zijn. En daar compleet in kan zitten. En te begrijpen van oké. Okay, Dit is de reden waarom het komt. Laat ik mijn geluk in mezelf zoeken. Oké, okay, ja. okay, wacht even. Ik heb niemand nodig. Hun reactie op mij doet me niks. Of ze nou teleurgesteld gaan zijn, of niet dat ik nee tegen ze zeg, maar ja. even niet tijd. Ik kies mezelf. Ik ben even het belangrijkste op deze wereld. En dat eigenlijk, die keuze die je maakt, is omdat je jezelf zo belangrijk vindt. Ja. Dat je wil eigenlijk zo graag die validatie van andere mensen hebben. Maar mensen zijn fucking objecten. Ja. Je, je gebruikt ze letterlijk om shit van ze te krijgen. In plaats van ze te gebruiken als toevoeging van je leven. Ja. En daarom, cut it fucking off, bro. Like, like, je bent te comfortabel. Je, je ja. kan niks van je fucking leven maken. Als je dat doet, de enige manier waarop je dat kan veranderen is naar jezelf toe te keren. Te zeggen, oké, okay, ik kies van mezelf. Ik ben degene die mijn eigen keuzes maakt. Ik heb even niemand nodig. Ik ga mijn eigen pad maken. Mijn ja. eigen leven doen. Mijn eigen keuzes maken. Mijn ja. eigen routines bouwen. Alles doen vanuit mezelf. Ja, precies. Ik, uh, ik heb, het uiteindelijk, ik heb het uiteindelijk ook daarvoor gekozen om een beetje naar Barcelona te gaan. Helemaal voor mezelf een baan opgezegd. Uh, veel mensen teleurgesteld daarin. Uh, wat ik niet leuk vond om te doen. Maar ik wist dat het hetgene was waar ik gelukkig van werd. En dat ik dat pad wilde bewandelen. En als ik kijk naar mijn verleden, ik heb. Ja, je hebt, de why, was... maar niet de how. Ja, goed zo. En uh, daar ben je van wel bewust van. Um, ik heb in ieder geval wel een heel goede jeugd gehad, altijd wel liefde gehad. En ik vond het gewoon lastig om, mensen, om nee te zeggen tegen mensen. Omdat ik wist hoe ik het zelf zou vinden. Stak dus ik vanuit die dat perspectief deed. Maar ik ben wel steeds meer gaan nadenken over... Weet je, mensen zijn inderdaad... Wil je daar even op inzoomen? Oh ja, tuurlijk. Ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Je zegt, ik wil niet andere mensen teleurstellen, want ik weet hoe dat voor mij voelt. Ja. Als je, als je daar zelf op inzoomt, wat denk je dat betekent? Nou, in dat op zich, ik ben niet heel erg vaak teleurgesteld. Maar tuurlijk, het leven is niet altijd mooi. Er zijn bepaalde dingen gebeurd, maar... ik kan wel heel erg mooi terugkijken naar mijn jeugd. Tuurlijk. Maar dat is uiteindelijk... een heel makkelijk copingmechanisme wat we doen. Ja. We willen altijd alleen maar kijken naar de positieve kant... van dingen, want dan hoeven we niet met de moeilijke dingen te dealen. Ja. Het is heel, heel gemakkelijk om dat te doen. Right? Ja. ja, ja, nee, ik heb een supergoede jeugd gehad. Nee, alles is gewoon superfijn, hallo, is gelopen. All right, dan waarom de fuck ben je nog steeds niet gemotiveerd... om dingen goed te doen? Ja. We, we hebben allemaal een bias hier. en Ik ben even de naam van dit soort bias... Hier, want het is een psychologische naam hiervoor voor kwijt, maar... Um, uh, er is een hele mooie anekdote die erover. ik heb het van uh, Thinking Fast and Slow van yeah. Brian Tracy, nee volgens mij is het niet Brian Tracy, ik ben even namen, nee, nee, ik haal twee, twee mensen, Thinking Fast and Slow. En uh, in dat boek staan heel veel confirmation bias, een yeah. heel interessant boek als je het hebt over psychologie en wat daar heel mooi wordt benoemd is in de Tweede Wereldoorlog kwamen de Engelsen. En ze keken naar hun vliegtuigen en ze zeggen, oké, okay, we moeten ze reinforcen. We moeten even kijken naar plekken waar we voor kunnen zorgen dat we de vliegtuigen beter kunnen repareren, zodat ze niet als ze neergaan. Dus alle vliegtuigen die terug zijn gekomen, zijn ze gaan kijken naar de bullet holes. Ze gaan kijken, oké, okay, die plekken moeten we reinforceren Ze gooien er allemaal stukken op en al de bullet holes plakken ze af. Maar ze kijken naar de nummers na twee weken en ze zien, we hebben niet minder mensen die naar beneden vallen. Ja. Het is totaal niet veranderd. En een van de professoren die kijkt, maar je bent ook echt een stel pannenkoeken, want Waarom zou je alleen maar kijken naar de vliegtuigen die zijn teruggekomen? Je moet kijken naar de vliegtuigen die zijn neergehaald. Ja. Daar ga je uiteindelijk zien wat je moet verbeteren. Mm -hmm. nou, zo gezegd, zo gedaan. Ze gingen onderzoek doen op Ground Zero. Ze keken daarnaar waar zitten de bullet holes, waar zijn ze neergehaald. Dat hebben ze gereinforced en ze hebben hun vliegtuig met 50% kunnen vergroeien. Ja. Omdat 50% niet meer is neergehaald door. Maar dit is de bias die we allemaal hebben. Yeah. We kijken naar wat er goed is. We kijken naar alle dingen die terugkomen. We kijken, survivorship bias. Sorry, ik was even... Na survivorship, survivorship bias. Survivorship yeah. bias. We kijken alleen maar naar het positieve wat er over is... in plaats van naar alles wat er voor is gefaald. Yeah. Daar leer je het meeste van. We, kijken, we willen kijken naar... Als ik een sales kan doen, zeg ja, 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 dit ging goed, dit ging goed, dit ging goed. En ik zeg oké, okay, bro, geweldig, leuk dat je dat je ja. doet. Maar hoe de fuck ga je dan leren? Je moet ja. kijken naar wat je hebt verneukt. Ga niet kijken naar van de tien calls die je hebt gehad naar die ene die je hebt geklost. maar ga kijken naar de negen die je niet hebt geclosed. Ja. Wat had je daar beter kunnen doen? Wat is de feedback die we daarop krijgen? Wat zijn de dingen die je uiteindelijk het beste daar nog had kunnen veranderen? Ja, maar dat heb ik allemaal toegevoegd op die ene. Ja, maar dat heb je niet gedaan bij die negen anderen. Nee. Dus wat moet je daar veranderen? Ja, heb een goede jeugd gehad? Hou je bek, Cedric. Wat is er kut gegaan? Ja, je goed dat je het zegt. Ik ben, ben er nu over nadenken. Tuurlijk, ik heb veel liefde voor mijn ouders gehad. Ik ben nooit gepest. Maar mijn ouders hebben wel gescheiden uiteindelijk. Pauze. Goed, goed dat je ja. dat zegt. Automatisch, en dit is een copingmechanisme. Right? Ja. Ik had het zo. Mijn copingmechanisme was extreme positiviteit. Dus al de pijn in mijn leven, vertelde ik. Nee, het is goed. ben ik voor 50 miljoen. Ja, man, lachen. En van de beste vrienden. Cool, bro. Whatever. Fuck it. Oh, shit. Dus constant gebruik de positiviteit, dus het kopermechanisme om het eigen pijn te bedekken. Ja, is niet goed. <laughs> nee, klopt. Kijk, de reden dat ik dat ik zei net is omdat, weet je, jij gaf het voorbeeld over jouw eigen ouders. Ja. en dat heb ik dan zelf niet. Maar ik weet inderdaad wel dat mijn ouders zijn gescheiden toen ik jong was. Oké. Okay. En ik weet eigenlijk wel zeker dat het people pleasing in dat opzicht kwam ervan, omdat ik altijd beide ouders moest gaan pleasen. Ook al hadden ze bepaalde dingen die ze wilden doen, wat tegen elkaar inging. Ja, het, is interessant, het is een interessant statement. Ik denk dat er veel meer achter zit. Yeah. Maar dat is in ieder geval heel goed. Kijk, je, je hebt al één hele goede vraag gesteld aan jezelf... waardoor je nu al tot nog een grotere conclusie hebt gekregen... Yeah. en nu tot een veel beter inzicht bent gekomen... door simpelweg een vraag te stellen. Yeah. Snap je? Dus door, door nu al een heel ander perspectief aan te nemen... met een heel ander frame... Yeah. kom je nog veel dieper bij de root of, de, of hetgene wat erbij zit. Yeah. En als we het dan hebben over comfort... Right? want dat is uiteindelijk de hele titel van de podcast... Yeah. Je bent heel comfortabel in alleen maar positief opzoeken. Mm -hmm. Je bent heel comfortabel om maar even niet naar de sportschool te gaan. Heel ja. comfortabel. Om de... Maar groei zit in pijn. Dus nu is de vraag van oké, okay, wat voor meer impact heeft het gemaakt? En sterker nog, je hoeft niet eens te kijken naar... Uh, mijn ouders waren heel goed voor me. Maar kijk eens eigenlijk meer naar in welk opzicht had ik eigenlijk gehoopt... dat mijn ouders er meer voor me waren. Ja. Hele andere vraag. Maar nu kan je ineens achterkomen van een stuk van mijn gedrag... Stemt er vanaf, en nu is ja. het een hele psychologische één op één sessie waar we een hele therapie sessie gaan doen voor honderden mensen. Maar duizenden <laughs> mensen. Vind niet de, erg hoor. Die zelf een plezier, laten we dat niet één een op één, laten we dat gewoon één een op één nee, spreken. Maar het is wel een hele interessante, want door dus net een andere vraagstelling je naar jezelf te gaan te nemen en er echt voor te gaan zitten, ga je tot een hele andere conclusie komen. Open je laptop, ga naar Notion, een reflectie, en stel deze vragen ja. allemaal één op één, weet je? Ja. Ja, het is natuurlijk niet comfortabel om bepaalde vragen in jezelf te stellen. En dat hebben we ook in onze andere, eerdere podcast besproken. Weet je, Uit, ja, het, het is gewoon lastig om soms na te denken over dingen waar je eigenlijk niet over wil gaan nadenken. En dan zoek je vaak een uitvlucht of je gaat vriezen, weet je, je zet het ergens weg. Um, dit soort vragen die moet je eigenlijk wel kunnen stellen. Anders groei je niet. Ja, en het is, eh, kijk, je moet ook nog heel eerlijk aan je durven zijn. Ja. Want er zitten heel veel leugens achter jezelf. Want je weet dat dit leugens je comfortabel maakt. En die leugens die laten je goed voelen. Yeah. En als je je goed voelt, dan word je comfortabel. Als je comfortabel bent, dan ben je jezelf aan het in je vingers aan mm -hmm. En dat moet je niet doen. Yeah. Dus de kwestie zit hem in, wat moet ik mezelf vragen? Hoe kan ik dat doen? Ik moet bereid zijn om die spier te gaan groeien, om de pijn te gaan voelen. Yeah. Neem die koude douches. Ga gewoon nog langer rennen. Als je gaat joggen, neem een extra 10 minuten, een extra kilometer. Yeah. Ga de hele tijd jezelf trainen om jezelf net wat meer te pushen. En ga je alleen maar constant aan jezelf vragen, wat is de waarheid? Wat is de waarheid? Wat is kut in mijn leven? Wat moet ik verbeteren? Hoe kan ik het beter doen? Want constant yeah. vraag ik mezelf deze shit, bro. Ik ga zelf drie keer per dag wandelen. In die wandelingen ben ik alleen maar filosofisch gesprekken met mezelf aan het voeren zoals het yeah. is. Constant ben ik mezelf in mijn gezicht aan het punchen. Yeah. Jabbing, bro. Bam, bam, bam. Want ik weet, ik moet die pijn voelen en ik moet, anders verbeter ik me niet yeah. I am my own hardest critic. En ik moet kritisch zijn. Want als ik niet kritisch ben, ga ik mezelf niet verbeteren. En dan kan ik niet performen op de highest level. Ja. Moet, 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 moet. En dan stapje voor stapje, natuurlijk elke dag beter. Every single day, ja. one increment of change to get to the best possible place. Precies. Nou, weer een mooie podcast. Alweer. He? <laughs> ja, dankjewel, alweer. Voor ja. jullie, subscribe, like, doe wat likes. En dan zien we je volgende week weer bij de volgende podcast. See you.